Nee. Is even goed van Niangadou. Op Habrouw, maar dan wacht hij veel te lang. En is daar de ridder. Met Hermans. Rodriguez was niet helemaal bij de les. Hermans, nog een poging. En dan nog het voetje van Rasoul. Die brengt redding. De belofte van Lokeren. En dat zal een applaus vervangen. Maas. Goeie bal van Maas. Van Hifte is die sneller daar dan Rasoul. Ja, maar de tackle van Rasoul is perfect. Wel kijken naar Maas op de rechterkant. Maas legt hem voor. Geen slechte bal. Guillaume François kan die nog eens trappen. Met zijn linker zoekt zijn rechter. Maar dat was met meer risico. Nu krijgt hij toch de bal. Oerenen. Ingvartsen. Rasoul. Wandel. Als hij niet goed genoeg terug. Dit zijn de momenten waar Lokeren het van moet hebben. Goeie uittrap van Bollat. Maar daar is de hoek in samen met Rasoul. Dan zit deze iets wat vreemde wedstrijd erop. Vormen. Komt er dan toch nog een toetje voor het thuispubliek? Dan de vragende blik. Richting de assistent scheidsrechter. Kijk naar Rasoul. Wat doet hij allemaal? Schitterende bal. Ja, de Sutter moet er ver uitwijken. De hoek is scherp. De Sutter. Met de Saar dan in een meer vooruitgeschoven positie. Het is zoeken voor STWB. En Lokeren wacht op het balverlies. Sneller. Met de knop. Doorkoppen van. De grootste man op het veld, vandaar de hilariteit in de tribunes. Chevalier, Rasoul. Lokeren. Huppert. Ryan, Castagne, Berrie en Buffon. Dat zijn denk ik de spelers die ik volgende week mag verwachten. Rasoul stapt prima uit daar. Goed gevoel. Onderschepping van de Brugge. Chevalier snel. Chevalier krijgt de bal ook. Chevalier met Rasoul bij zich. Ja, hij moet terug. En dan gebruikt hij Rasoul. Vitas, geen buitenspel. Rits, Rasoul komt en is eerder op de bal. En dat kon slecht aflopen voor. Je probeert uit te voetballen van achteruit. Met de zaak schrijver. Die andermaal heel goed loopt, maar Rasoul met een goede interventie raakt de bal wel even met 2. Maar een gebrek aan centrale verdedigers met de afwezigheid van João Carlos en van Mijat Maric. Loopt hem nu dus tot een andere veldbezetting. Quelio.